Dag 6. Vanuit Lapnov of zoiets. Lipno. Het hotel aan de meer. We gaan richting Oostenrijk. Slee. Slee. De motor weer aangeduwd. Welkom bij een nieuwe aflevering. Mijn eigen motor even starten. Deze aflevering is gedoemd. Ik weet niet wat dat is. De 360 camera heeft het niet gedaan die dag. Ik heb filmpjes van max 3 seconden per keer dat ik hem aanzette. Batterij, geheugenkaart, ik weet het niet. Onze stemmen zijn niet opgenomen. Was zo zacht kon ik helemaal niks mee. We zijn vertrokken. Richting Oostenrijk. We verlaten het mooie Tsjechië. Zo mooi als je het hier ziet. Ik hou ervan. Ik hou er echt van. Ik kan het je van harte aanbevelen. Persoonlijk zou ik die toeristische gebieden een beetje mijden en dan dit opzoeken. Maar ja, dat is persoonlijke voorkeur. En daar is je dan. De grens met Oostenrijk. Hier zijn we even in dubio. Want je moet een vignet hebben. Tenminste, als je er sneller op gaat. Dus we waren even kijken of we hem daar konden kopen, maar dat kon niet. Hier aan de rechterkant heb ik even een Efteling gevoel. Dat kasteel ziet er wel heel Eftelingachtig uit. Wat een verschil tussen het ruwe Tsjechië en het strakke Oostenrijk. Ja, hier heb je ook bomen en bossen en dat soort dingen. Maar het is zo beduidend anders. Mijn camera geeft het hoogteverschil niet goed weer. Maar je hoort het aan mijn remmen op de motor. Dat het best stijl naar beneden gaat. En wij zijn geen harde rijders. Eldie rijdt achter me. Je kan het in de linkerspiegel net zien. Oh ja. De trekker. Die vond ik best groot toen hij op me afkwam. Nou, ik wacht even. Dit stukje is echt zo mooi. We hadden TomTom aangezet en spannende route gekozen met een eindlocatie. Voor de rest. Geen idee waar we heen gingen. Geen idee welke route. Geen idee welke bochten. Geen idee hoe vaak we terug moesten schakelen. En dan kom je op zo'n weggetje zoals dit. En dan rij je naar boven. En dan zegt de weg ineens, oh, we moesten hier toch naar rechts. En dit ging echt best steil omhoog. Bijvoorbeeld de Stelvio, dat is leuk rijden, maar daar rijdt iedereen. En hier kwam er eigenlijk niemand tegen. Ik moet zeggen dat ik het hier zo verschrikkelijk naar mijn zin had. Hoorde je die leuke montage truc trouwens? Ik schakelde en hij ging over naar het andere beeld. Het kostte een paar minuten om het te doen, maar het is gelukt. Oh, dit was ook zo'n mooi stukje, dit.
Kijk, dit bochtje bedoel ik. Ja, die liep echt zo steil naar beneden. We hadden dus hele smalle weggetjes, hele kleine weggetjes, met hele krappe bochtjes. En we hadden dus dit soort wegen. Uitgestrekt, mooi, lange slingers. Heerlijk. En dan zit je gewoon lekker op je gemak je motor te rijden. En dan denk ik, oh ja, ik moet hier rechtsaf. Zand in de bocht, rustig aan. En nogmaals, geen idee waar we heen gaan. Eens kijken of jullie de mensen hier opvallen. Hebben jullie ze gezien? Zagen jullie ze zitten? Pas bij de 5e, 6e keer monteren, hebben wij ze gezien. Het is ook zo'n lekker bochtje dit. Ik zie dit nou voor de, weet ik veel, 5, 6, 7, 10e keer. Echt een diepe zucht. Ik zou zo weer terug willen. Heerlijk. Wat zie ik hier nou? What the fuck? Dat dachten we letterlijk. Ben je in Oostenrijk? Kom je dat tegen? Serieus? Ja, ik weet niet zo goed wat ik hier nou van moet zeggen. Of van moet vinden. Ik weet niet of jullie het waren. Deze poes heb ik even de kans gegeven om door te rennen. Maar die motorrijder zat redelijk aan de binnenkant van de bocht. En dan krijg je zoiets. Je moet echt zo oppassen. Zeker op dit soort smalle weggetjes. Onoverzichtelijke bochten. Dan staan er eens een paar fietsen stil. Ja. Je hoort het, de bochten zijn best scherp. Of ik neem ze gewoon verkeerd. Ja, zeg maar wat het is. En soms heb je gewoon het idee dat je bij mensen gewoon het terrein oprijdt. Het zal in hun ogen misschien ook wel zo voelen of ervaren worden. Dat zou ik graag weer terug willen, zeg. Jeetje, mina. Ik heb al uren en uren zitten editen. Ik heb al zo verschrikkelijk veel beeldmateriaal weggehaald om het een beetje kijkbaar te houden voor jullie. Man, wat een mooie rit was dit.
dit stukje hadden we bijna geen zicht de bocht om. Je wil wel naar boven kijken, maar waar gaat die weg nou heen? En heb je toch een beetje dat idee van very small roads. Ze zijn ook best smal. Hier zo, geen zicht, geen zicht, geen zicht. Geen zicht. Ja, zicht. We waren dus op zoek naar een pompstation. En dan kun je het vragen of je doet gewoon even googelen. Dat deden we dus. Ja, gaan we die kant op? Ja, nemen we ja, maar we kunnen ook even zo. Nou, uiteindelijk besloten we dus zo te rijden. En ergens daarvoor, dat stipje, dat is L. Als het nodig is, kan ze best stevig doorcrossen. Mijn navigatie zegt rechtdoor. Die van L niet. Dus nou, oké. Zij rijdt voor. Dan gaan we rechtsaf niet meer. Ik moet zeggen, het was wel een fantastisch stukje. Dus het, ik vond het prima. Helemaal prima. De motor van L die heeft, ik geloof, 5 liter minder brandstof bij zich. Dus die moet ook iets eerder stoppen. Zo rond de 300 kilometer, dan worden we toch wel nerveus. Ja, en bij dit pompstation werd er naar ons geflirt. Ja, die beelden hebben we maar niet laten zien. Dat vonden we niet zo netjes. Het was wel heel bijzonder. En dan zijn dit zo'n beetje de laatste beelden die we hebben. Op een of andere manier staat mijn camera scheef, heb ik de indruk. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de weg zo scheef loopt. Ik kan me ook niet herinneren, zeg maar. Ik ben trouwens iets te vroeg met te zeggen dat dit zo'n beetje de laatste beelden zijn. Ik heb nog 5 minuten beeldmateriaal, geloof ik, als ik het zo snel zie. Maar die camera en dat zo scheef staan, dat is wel een dingetje. Zo, af en toe heb ik wat plaatsnaamborden ertussen gestopt. Dus jullie een beetje een beeld hebben van waar we op dat moment zijn. Niet dat het mij wat zegt overigens, maar jullie misschien wel. Het landkaartje komt straks weer met de gereden route. Een stukje terug hebben we gebeld met een motorzaak. En we denken, we gaan vragen of die een startmotor hebben voor de motor van L. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En was op zich niet zo heel veel omrijden. Dus we denken, weet je, we gaan er gewoon heen. Hij zat een soort van op de route, zeg maar.
Dus ja, hup, ga ze erop en gaan. Het was die dag best warm, kan ik je vertellen. Het was nog een lichte understatement. Het was echt bloedheet die dag. Het waaide wel enigszins, maar ja. Het was nog steeds warm. Dan komen we daar bij de motorzaak. Hier links van ons. Ja, daar. Ja. Ja, daar. Ja. Uh-oh. Uh-oh. We hadden net nog gebeld, toch? Waarom hangt er een ketting voor de deur? Motor blijft best groot, die BMW. Nou, een lang verhaal kort. Ja, startmotor konden ze leveren. Een dag of 2, 3. Ja, sorry. We zijn op doorreis. Heb je een startmotor liggen? Nee, die hebben we niet. Nou, dan gaan we weer verder. We hadden gebeld van tevoren. Hebben jullie startmotor? Waarschijnlijk is er ergens in de communicatie een misverstand ontstaan. Want ja, die konden ze wel leveren. Dat duurde dan een dag of 2, 3. Ja, dat was ons niet helemaal duidelijk gemaakt op die manier. Maar goed. En toen gingen we even wat eten. El die draait op de rotonde. En ik draai even op het straatje. Want hier is het. Wij dachten een restaurantje. Maar het blijkt gewoon een soort bedrijfskantine te zijn. Maar we mochten wel eten. En het was best lekker. En relatief gezien niet zo heel duur. Dus klagen doen we niet. En we zaten heerlijk cool in de airco. Dat was ook wel een soort van nodig. Want we hadden het echt verschrikkelijk warm. Ja. Ja, parkeren die handel. Spullen uit. En naar binnen. En je kon, terwijl ik afstapte, zien dat mijn camera er niet op zat. Die heb ik later wel weer opgezet, maar ik weet niet wat er is met deze dag. Het is echt een verdoemde dag, letterlijk. Nou, ik had de motor van El weer aangeduwd. Nou, daar ligt wel wat op de grond. En waarschijnlijk ligt er nog meer. Mijn klittenbandjes om alles bij elkaar te houden. Oh, daar nog, en daar nog, en daar nog. Nou, nog even de route in invullen, bevestigen en dat soort dingen. Vrees het inmiddels weg erop. Oniva, naar de eindbestemming. En dat is nou net het stukje waar we het minste beeld van hebben. Camera's vol, geheugenkaartjes. Geheugenkaartjes vol, batterijen leeg. Je kent dat wel. Moest ik hier niet rechtsaf? Ja, dit zijn de laatste paar seconden dat we naar ons logeeradres rijden. Bedankt allemaal voor het kijken. En hopelijk tot de volgende. Hoi,